En voor het eerste topic heb ik hier bij mij Jan staan. Goedemiddag. Vandaag gaan we het hebben over hoe verzeker je je dus om als je op vakantie gaat. En Jan, jij kan me er alles over vertellen. Welke verzekeringen zijn dan nuttig? Wel, als je op vakantie gaat, heb je altijd de specifieke verzekeringen, zoals de reisbijstand, de annulatieverzekering of een bagageverzekering. Maar heel veel mensen hebben eigenlijk al verzekeringen afgesloten die ook al nuttig zijn tijdens hun vakantie. Dat kan zowel de autoverzekering zijn, de familiale verzekering, de verzekering van je woning zijn, de verzekering van het ziekenfonds of een hospitalisatieverzekering. Ja, oké. We gaan eens even kijken. Hè. Eerst en vooral misschien met een concrete situatie starten. Ik word ziek op vakantie. Ja. Als je op vakantie gaat en je wordt ziek en het is een vakantie in Europa, dan kan je altijd beroep doen op je ziekenkostenverzekering. Dus bij je ziekenfonds ben je daarvoor verzekerd. Deze verzekering die geldt in heel Europa en zelfs in enkele landen buiten Europa. Het is dan ook aan te raden om bij je ziekenfonds de Europese verzekeringskaart aan te vragen. Deze kaart zal je helpen als je dringende medische hulp nodig hebt, dat het ziekenfonds al de kosten onmiddellijk zal betalen en dat je enkel het remgeld zal moeten betalen. Dus dat is eigenlijk zoals in België als je naar een dokter gaat. Oké, maar er is wel een groot verschil tussen ziek worden op vakantie of ziek worden er net voor, zodat je jouw reis bijvoorbeeld moet annuleren. Daar zit een groot verschil in. Daar zit een groot verschil in. Dus op reis dan zal je reisbijstandsverzekering tussenkomen. Het is ook heel belangrijk om te weten als je op reis bent en je bent niet op reis binnen Europa, maar buiten Europa, dan gaat de ziekenfondsverzekering niet tussenkomen. Dus dan zal je altijd een reisbijstandsverzekering, een medische verzekering, moeten afsluiten. Want als je bijvoorbeeld naar Amerika reist en je komt daar in een ziekenhuis terecht, dan kan die factuur heel hoog worden en heb je zo'n verzekering, dan ben je daarvoor ingedekt. En zoals je al zei, als je op reis gaat met een vliegtuig en je wordt ziek voordat je op reis vertrekt, ja. Dan komt de reisbijstandsverzekering niet tussen, want je bent nog niet in het buitenland. Dan heb je de annulatieverzekering nodig. Let wel op bij die annulatieverzekering. Dat wordt vaak verkeerd begrepen. Als jouw vliegtuigmaatschappij of jouw reisorganisator de reis zelf annuleert, dan zal de annulatieverzekering jou niet vergoeden. Die annulatieverzekering, dus de vliegtuigmaatschappij, zal jou dan moeten vergoeden. Als je zelf je reis annuleert door verzekerde gevallen, dan zal de annulatieverzekering tussenkomen. En een van de redenen die het meest kan gebeuren is, ja, je bent ziek en je kan niet op het vliegtuig stappen, je kan niet vertrekken. Maar ook als er bijvoorbeeld een sterfgeval is in je naaste omgeving, dat kan dan ook gebruikt worden. Hè? Er zijn herexamen of je verliest je job. Ah, ja. Er zijn verschillende redenen waardoor die verzekering gaat tussenkomen. Hier ook, iedere verzekering is daar anders in. De ene verzekering heeft een uitgebreidere lijst dan de andere verzekering. Maar, laten we even blijven bij op vakantie gaan met het vliegtuig. Dat is effectief die verzekering die als je dus online boekt, wat de meesten onder ons allemaal doen, die op een bepaald moment als optie naar boven komt. Heel vaak komt dat als optie. Je kan ze ook alleen nemen. Het zit soms al in je verzekering automatisch vervat. Dat is ook, Okay. Het is eigenlijk bij je verzekeraar dat je eens moet nakijken. Maar die is wel voldoende ben ik al dan, verzekerd die annulatieverzekering? Voor die annulatie, als jij zelf niet op reis komt, niet kunt, door een verzekerd geval, dan zal de annulatieverzekering die kosten terugbetalen. Die is dan voldoende, Is dan voldoende, Dat is vaak 15 euro of zo. Nee, dat is... het hangt... die annulatieverzekering, wanneer is dat ook eigenlijk nuttig? Als je zelf een reis boekt en je boekt je hotel en je kan je hotel een dag voor het inchecken nog annuleren en je hebt een low-cost vlucht, dan is eigenlijk die annulatieverzekering minder belangrijk. Maar boek je een georganiseerde rondreis met heel je familie en die reis kost misschien 10.000 euro, dan is zo'n annulatieverzekering wel heel nuttig, maar dan kost die wel veel meer dan 15 euro. Ja. Inderdaad, mijn voorbeeld is meer als je puur die... het is de bijstand, de reisbijstand. Boekt, bijvoorbeeld. Als de prijs laag is, belangrijk als je reis tienduizenden euro's kost, dan is het echt, moet je echt goed maar gaan kijken. Maar er zijn ook reisbijstandsverzekeringen die je op jaarbasis neemt, waar dat automatisch al bijvoorbeeld tot 7.000 euro een annulatie in een verzekering is. Okay. Dus dan moet je dat niet apart gaan verzekeren. Dus het is belangrijk als je een reis boekt, dat je ook kijkt waarvoor ben ik verzekerd, dat je ook niet dubbel gaat verzekeren bij je reisbureau, dat ze een annulatieverzekering aanraden. Bij vliegen denken we inderdaad meestal aan die annulatieverzekering. Stel, ik ga op reis met de wagen. Ja, als ik niet vertrek, geen probleem. De wagen blijft gewoon op de oprit staan. Ja. Maar dan zijn er wel andere verzekeringen waar je moet aan denken. Want je kan natuurlijk onderweg
pech hebben. Ja, dat is juist. Ja. Dus met de autoverzekering, ja, welke verzekering heb je altijd? Dat is de aansprakelijkheidsverzekering, want die is wettelijk verplicht. Mm-hmm. Uiteraard je autoverzekering. Die verzekering die komt tussen in heel Europa en ook een paar landen buiten Europa. Als je zeker wilt zijn dat de verzekering geldig is in het land waar dat je naartoe gaat, kijk op je verzekeringsbewijs of het mm-hmm. vroegere groene kaart, welke landen verzekerd zijn, die staan erop vermeld. En vergeet ook zeker niet, vroeger was het verzekeringsbewijs werd dat afgedrukt op een groene kaart, nu komt dat op een wit papier, ja, wordt dat afgedrukt. En veel mensen vergeten dat wit papier in hun auto te leggen. Ja. Krijgen ze de controle op reis en ze kunnen het niet aantonen, dat is vervelend. Of er zijn ook verzekeraars die dat bewijs elektronisch versturen, mm-hmm. niet meer op papier. En er zijn landen die het enkel op papier aanvaarden. Dus voor alle zekerheid, druk uw verzekeringsbewijs af en leg het in de wagen. En kijk ook altijd uw vervaldatum na. Dus de datum dat hem nog geldig is, zonder geldig bewijs heb je ook niks eigenlijk. Ja. Ja, dus dat is wel belangrijk. En als je dan een pan valt met je wagen of je hebt een ongeval, dan is de pechverhelpingsverzekering een must. Dus die verzekering die gaat je pechhulp sturen of die gaat de wagen wegtakelen als het niet kan hersteld worden. Dat is dan een heel belangrijke verzekering die je kan nemen bij je reisbijstandsverzekering of via je autoverzekering. Of je kan die ook apart nemen. Dus je kan die enkel alleen voor je auto nemen. Maar die heb je nooit sowieso. Dus die stel ik er op niets... een nieuwe auto, spiks internieuw, full omnium. Het is wel een onderscheid. Bij een nieuwe auto heb je normaal gezien ook garantie van de constructeur. Ja. De eerste 2 jaar val je in pan, dan zou die normaal gezien je moeten helpen. En bij sommige merken krijg je ook extra... Een verlengde garantie. Dus dat is ook iets wat je moet nazien. Heb ik dat nodig, heb ik dat niet nodig? Ja. Er zijn ook in sommige aansprakelijkheidsverzekeringen waar dat een ongeval verzekerd is in het buitenland voor te takelen. Mm-hmm. Dat zou je eigenlijk bij je verzekeraar ook weer eens even moeten aftoetsen voor je op reis vertrekt. Heb je zo'n pechverhelpingsverzekering, dan zijn niet alleen de takelkosten verzekerd, maar bijvoorbeeld krijg je ook een vervangwagen. Mm-hmm. Of worden je inzittenden verder gebracht naar zijn vakantiebestemming of terug naar huis. Je auto kan ook terug naar België gebracht worden. Dus die extra kosten zitten ook in die verzekering. Okay. Dus dat is zeker een must met de auto op vakantie. Stel, we zijn op vakantie. Ook iets heel vervelend dat kan gebeuren, is diefstal. Ja. Kan je je daar tegen verzekeren? Daar kun je ook tegen verzekeren. Dus dan heb je de bagageverzekering. Dan zijn je spullen verzekerd tegen diefstal en tegen schade door een ongeval. Ik moet wel zeggen, in die verzekering is heel belangrijk om ook eens de uitsluitingen te lezen, want er zijn er wel wat. Bijvoorbeeld worden je spullen gestolen in je hotelkamer en er zijn geen braaksporen, dan zullen sommige verzekeraars niet tussenkomen, andere verzekeraars wel. Mm-hmm. Laat je bezittingen in je auto liggen 's nachts, dan zullen sommige verzekeraars dat vergoeden, sommige niet. Of je hebt het niet in je koffer gelegd. Dus er zijn wel allemaal wat uitsluitingen die je zeker zult moeten nakijken. Met, en ook belangrijk met de bagageverzekering. Cashgeld is geen bagage, is meestal niet verzekerd. En er zijn ook maxima die ze gaan betalen. Dus heb je heel veel dure spullen mee, ook, er zijn maximum bedragen die vergoed zullen worden. Ik denk ook aan alles dat niet in mijn bagage zou zitten. Ik denk aan mijn juwelen, cashgeld, uw portefeuille, nakijken, uw juwelen zijn ze verzekerd niet. Bijvoorbeeld elektrische toestellen zijn meestal niet verzekerd tegen schade door ongeval. Dus als je je telefoon laat vallen, dan gaat die bagageverzekering dat niet betalen. Mm-hmm. Dat wordt soms ook vaak gedacht van wel, maar dat is niet het geval. Ja, absoluut. Ja, dan denk ik aan, op vakantie kan je ook van alles doen waar iets kan mislopen. Stel, je gaat sporten. Ja. Moeten we dan een sportongeval, heet dat dan, denk ik. Ja. Wat dan? Dat is niet ziek worden, dat is toch nog iets anders. Ja, ja. Dus sowieso, de reisbijstandsverzekering komt tussen bij ongeval en ziekte. Mm-hmm. En door het sporten krijg je een ongeval, kom je daardoor in een ziekenhuis en zal de reisbijstandsverzekering dat betalen. Maar je moet alleen oppassen voor de gevaarlijke sporten. Ben je van plan om te gaan bungee springen, parapente, canyoning? Dus de tennismatch, het kitesurfen, zal daar misschien wel bij zitten. Kitesurfen, ja. Zal... Ook weer iets. Lees eerst de voorwaarden van je verzekering en ga dan kitesurfen. Brave sporten, ja. Zo is het. Als je het gevoel hebt dat het toch een hoger risico is, kijk even naar je verzekering. Als je toch een dijspier verstrekt bij het petanken... Dan komen ze vermoed dat geen probleem is. Nee, maar er zijn verzekeraars die
daar geen problemen rond maken. Nee. Er zijn verzekeraars die zeggen, je mag een gevaarlijke sport doen, maar onder professionele begeleiding. Ja. En dan komen ze tussen en er zijn er die het gewoon uitsluiten. Ik heb nog een extreem voorbeeld. Ja. Een vriendin van mij is in Thailand, ja, heeft een ongeluk gehad, ja, maar kon ook niet naar hier teruggevlogen worden, want door het vliegen, ja, hè, was het, ja, ja, risico dat, is, ja, dat het ging opzwellen. Of, ja, hè, er juist zijn bepaalde dingen. Die heeft daar langer dan nog 3 weken, 4 ja, weken... Komt, ja, daar nog dat zit iemand in de reisbijstandsverzekering. Gaat die kosten betalen? Dat is een verlengd verblijf door een ziekte of een, ja, ongeval. En dat is verzekerd. Zeker, ja, als je ver weg gaat, Jan, niet twijfelen. Dat is een no-brainer. Nee. Gewoon nemen. Ja, ja. Zeker. Thailand bijvoorbeeld, heb je denk ik ook een attest nodig dat je een medische verzekering hebt. Want, okay, anders kom je zelfs Thailand niet binnen. Oké, okay, ja, maar het is eigenlijk nog wel een goed... En dat kan je ook altijd aan je verzekeraar vragen, ja, dat attest, en die zal je dat bezorgen. Ja, dan nog een laatste puntje. Mijn 3 kinderen zijn mee op vakantie en mispeuteren iets of maken per ongeluk iets kapot. Is dat mijn familiale verzekering, ja, ook als ik in Thailand ben? Ja, of, ja. Dus ja, okay, dat is een geluk. De familiale verzekering die komt wereldwijd tussen. Dus als, okay, je daar in Thailand op het strand bent en jouw dochter of zoon lief gooit een frisbee tegen een andere strandganger en die zijn dure zonnebril is stuk, ja, ja, dan gaat je familiale verzekering dat, okay, dat vergoeden. Let wel, bij de familiale verzekering is er ook een vrijstelling, een eigen risico. Dat is ongeveer €300 op dit moment. Als je stoffelijke, materiële schade veroorzaakt, is het enkel lichamelijke schade, dan telt die vrijstelling niet. Okay. Dus als je met die frisbee iemand zijn neus breekt, en dat is de enige schade, dan zul je zelf niets moeten betalen. Dan gaat de verzekering alles betalen. Ja. Kijk, er valt wel wat te verzekeren. Voorzichtig blijven. Iedereen gaat binnenkort met vakantie. Dus het is een mooie oproep van ons. Misschien nog een laatste tip. Ik zou zeggen, voordat je op vakantie vertrekt, kijk eerst goed na voor wat je bent verzekerd. Wat, ja, je misschien nog extra kan verzekeren. Dan heb je geen dubbele verzekering en kan je op goed gerust op reis gaan. En het, ja, hangt toch wel echt af van wat je gaat doen, hè? Juist. En hoe ver, ja, je gaat, ja, en, ja, met welk vervoersmiddel, ja, en al die en dingen. En de Europese verzekeringskaart is zeker iets wat je niet mag vergeten, ja, als je in Europa op reis gaat. Ja. Oké, okay, Jan. Dank goed, je wel. Bedankt. Tot snel. Dag.